Joost van Aken, of jullie even revanche willen nemen voor de nederlaag tegen Roda? Ja, dat is goed gelukt, denk ik. Dus, ja, het was een fantastische middag. Als je het zo af kan sluiten, dan, ja, die rode kaart, dan sta je toch met 10 man, wordt het een stukje lastiger. Dan is het eerst vooral tegenhouden. Ja, vanaf het moment dat zij weer ook een rode kaart krijgen, dan hebben we denk ik daarvan optimaal geprofiteerd. Een middag waar je eigenlijk geen één keer in de problemen bent geweest. Voor de rode kaart, herenmeester, speel je ze eigenlijk helemaal van de mat. Hadden ze geen antwoord op. En na de rode kaart hadden we eigenlijk nog steeds het gevoel dat we het in handen zouden kunnen houden. En dat is uiteindelijk gebeurd. De ommekeer was toch de rode kaart van de andere kant, van PSV. En toen zei ik al naar verschillende mensen, ik zeg boys, deze pot gaan we winnen. Ja, dan valt die rode kaart. Wat denk jij dan? Ja, dan verandert de wedstrijd. Je weet wat er dan gaat veranderen. Zij zullen meer balbezit gaan krijgen. En ze deden er niet zo heel veel mee eigenlijk. Ze wisten er geen raad mee? Nee, ze gingen via de zijkanten, via de backs en dan weer terug. En er kwamen niet echt grote kansen uit volgens mij. Nou goed, je moet altijd kunnen terugvallen als het veldspel niet meer kan door omstandigheden. Dan moet je kunnen terugvallen op echte strijd. En we hebben natuurlijk een aantal jongens van lopen die daar het voortouw in nemen. Waaronder Joey van den Berg en Martin Roon. En jij? Ja goed. Daar ben ik ook denk ik één van. Alleen, we pakten dat met z'n allen goed op en iedereen ging daarin mee. En ook onze zijkanten die gingen daarin mee. En ik denk dat dat een belangrijke rol vandaag was. Nou, jij voelde ook dat er wat te halen viel, hè? Ik zag je op een gegeven moment het publiek op Jutte. Nou, ik voelde dat er eigenlijk niks aan de hand was. Dus dat we eigenlijk die wedstrijd niet konden verliezen. En dat is makkelijk omdat je nu gewonnen. Maar ook als het 0-0 was gebleven. Ik denk dat er eigenlijk niet veel aan de hand was vandaag. Als je van PSV thuis kunt winnen, dan kun je van iedereen winnen, toch? Ja, maar ik denk dat het in de Eredivisie sowieso is dat iedereen van iedereen kan winnen. Dus ja, dat ligt eraan wie een goede dag heeft. En dat thuis scheelt natuurlijk altijd thuis, dan moeten we iedereen kunnen pakken. Een uitstekende revanche voor afgelopen week tegen Roda, maar ook een uitstekende generale voor de volgende thuiswedstrijd. Ja. Nou, weet jij welke dat is? Ja, dat weet ik. Dat is Cambuur. Ja, er zit volgens mij nu nog over drie weken als ik het goed heb. Dus, dat is inderdaad een goede generaal. Als we dan die pot er ook uit kunnen slepen, dat zou fantastisch zijn. Ja goed, daartussen zit nog Willem II. Alleen ik vind dat we de week toch behoorlijk hebben afgesloten. Tegen Vitesse een puntje gepakt, zwaar verdiend. Roda. Maar wat wijzigingen hebben we het gewoon niet goed gedaan met z'n allen. Er is geen excuus geweest. Dan moest je het vandaag. Dan moet je wel een ander Heerenveen laten zien. En dat deden we vandaag wel erg goed, denk ik.